Het is een beeld dat er elk jaar ongeveer hetzelfde uitziet. Kinderen rijden dik in de haven van Lelystad om de Goedheiligman te verwelkomen. Maar dat feest gaat, om welbekende redenen, morgen niet door. We hebben natuurlijk geen fysieke intocht gehad, of komt niet morgen in verband met corona. En toen hebben we besloten als commissie van jongens, we gaan een mooie film maken van de intocht. Zodat de kindertjes toch zien dat Sinterklaas naar Lelystad komt. Want virus of geen virus, de Sint mag gewoon vanuit Spanje naar Nederland komen. Alleen mogen kinderen nu niet zijn intocht met eigen ogen aanschouwen, maar moeten ze de videobeelden geloven. Welkom terug in Lelystad. Sinterklaas, van harte welkom in Lelystad. We zijn blij dat u weer terug bent en alle kinderen hier zitten met smart op u te wachten. Maar we moeten wel voorzichtig zijn, want er heerst een virus in Lelystad. En om iedereen gezond te houden, moeten we afstand schudden. Dus ik had graag de bisschopsring gekust, maar in dit geval moet ik de staf schudden. En ook in andere plaatsen in Flevoland hoeven de kinderen niet te vrezen dat Sint een jaartje overslaat. Maar dat is geweldig nieuws, Sinterklaas. Urk is in zicht. Dan komt Sinterklaas dus toch met de stoomboot naar Urk. Natuurlijk komen met Pieter en ik naar Urk. Geen twijfel aan. Maar helaas kunnen we dit jaar geen grote intocht organiseren. Want alle grote mensen, die moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. De Sint wist Urk dus te vinden, maar de wateren van Almere heeft hij ook gevonden. Niet morgen, nu. Hij is het echt. Sinterklaas. Rustig blijven, rustig. Ik kom eraan. Sinterklaas, u bent een dag te vroeg, maar echt van harte welkom in onze mooie stad Almere. Dank u wel. Al komt u een week eerder, u bent altijd welkom in onze stad. Maar Sinterklaas, mag ik u eerst een cadeautje geven? Een cadeautje voor mij? Ja, een cadeautje voor u, maar ook voor de Pieten die u mee hebt genomen. Het gebeurt niet zo vaak dat ik een cadeautje krijg, maar kom eens kijken, Pieten. Dit zijn fantastisch. Ze zijn echt heel mooi. Een speciaal mondkapje. De filmpjes zijn op YouTube en op omroepflevoland.nl te vinden. Maar Ger Koreman heeft ervoor gezorgd dat de Lelystadse kinderen het echt niet kunnen missen. We hebben overleg gehad via ECL met de schoolleiding over de overkoepelende organisatie. En alle scholen, basisscholen in Lelystad kunnen hem dus op het digibord draaien als ze dat willen. Dus lieve kinderen, wij komen eraan, hè. Tot gauw. Dag hoor.